Voorlopig blijft de pont tussen Doorwerth en Driel aan de kade liggen. Door de hoge waterstand van de Nederrijn staat de loopbrug aan Drielse zijde onder water en dus kunnen mensen aan die kant de pont niet op. De afgelopen tijd lag het Drielse veer ook al stil. Er werd namelijk gewerkt aan de pont. Maandag zou weer de eerste vaardag zijn, maar het hoge water gooit dus roet in het eten. Het veer heeft ondanks corona een goed jaar achter de rug. Bijna 90.000 fietsers en voetgangers werden over de rivier vervoerd. Naar verwachting gaat het water de komende dagen weer zakken, maar wanneer de pont weer kan gaan varen is nog niet duidelijk.